En pas nadat Feyenoord achterkwam, dat hebben we al vaker gezien dit seizoen, kwamen de Rotterdammers ook zelf aan voetballen toe. Het resultaat voor Feyenoord in Amsterdam is eigenlijk hetzelfde als de laatste jaren. De Rotterdammers gaan weer met een nederlaag weg uit dit stadion. Maar voor het eerst in een aantal jaren zal Feyenoord weggaan met het gevoel dat er veel en veel meer in had gezeten. Feyenoord had ook gewoon recht op minstens die gelijkmaker. In de slotfase valt die bal nog op de lat, maar daarvoor waren ook nog kansen. Mooie aanvallen. Twee keer eigenlijk was Berghuis daarbij het eindstation. Twee keer schoot hij de bal net naast. Anders was het allemaal anders geweest. Ik vond Feyenoord wat angstig in het begin van deze wedstrijd. Misschien iets te veel respect voor die tegenstander. En pas nadat Feyenoord achterkwam, dat hebben we al vaker gezien dit seizoen, kwamen de Rotterdammers ook zelf aan voetballen toe. Ja, en wat als dat vanaf het begin van die wedstrijd het geval was geweest? We zullen het nooit weten. Feyenoord met een relatief goed gevoel weg uit Amsterdam qua het spelbeeld. Maar ja, het resultaat is wel weer een nederlaag. En het gat op de ranglijst, wat natuurlijk ook is toegenomen, 6 punten. Misschien een 7 als je doelsaldo meetelt. Dus al met al legt Feyenoord zichzelf wel wat druk op voor de rest van deze maand, die wedstrijden tegen AZ en PSV. En het zo belangrijke bekerduel nu met Heracles wat eraan zit te komen. Helaas, Feyenoord had recht op meer. Maar je krijgt in het leven niet altijd wat je verdient. Dat blijkt maar weer eens na deze klassieker. Die Feyenoord verliest met 1-0.